Alcohol kopen voor minderjarigen, daar staat vanaf vandaag een boete op. Het is donderdag 1 juli, dit is Zeeland Nu. Positieve reacties op nieuwe wet. Herinneringen ophalen aan de Willem Ruis. En opnieuw een 100-jarige voetbalclub. Een hele goedenavond. 100 euro boete voor een minderjarige die alcohol drinkt. En een even hoge boete voor de persoon die het drankje heeft gekocht. Dat staat in de nieuwe alcoholwet die vanaf vandaag van kracht is. Tot voor kort was het alleen zo dat de verkoper van het drankje strafbaar was. Bij Laat ze niet verzuipen in Goes zijn ze erg blij met de nieuwe wet. Laat ze niet verzuipen zet zich in om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. We hopen eigenlijk dat jongeren toch op die manier echt minder aan drank kunnen komen. Want het blijkt echt dat in bijna 100% van de gevallen, om precies te zijn 97%, de drank die minderjarigen krijgen echt uit een sociale omgeving komt. Dus met name van vrienden, maar ook een heel groot deel van ouders. Dus ja, we hopen dat daarmee eigenlijk minder jongeren aan drank komen. Want drinken op jonge leeftijd is schadelijker dan veel mensen denken. Er wordt toch behoorlijk wat gedronken door jongeren onder de 18 jaar. En ja, we weten allemaal dat die hersenen tot het 24e jaar in ontwikkeling zijn. En dat alcohol wel degelijk daar een funeste rol in kan spelen. Dus ja, wij zijn heel blij met deze aanpassingen. We gaan naar verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, wat gebeurt er nou als een volwassene betrapt wordt op het doorgeven van een alcoholisch drankje? Nou, dat heet in de wet wederverstrekking. Als dat gezien wordt, dan kan de persoon die de alcohol doorgeeft, maar ook de jongeren die de alcohol ontvangt, die zijn dan allebei strafbaar en die kunnen een boete krijgen van 100 euro. En dat maakt het natuurlijk wel ineens een heel erg duur rondje. En dat lijkt mij een hele verandering, bijvoorbeeld ook voor de horeca. Ja, dat is het zeker. En in een bepaald opzicht zou je ook kunnen zeggen dat het eerlijker wordt. In het verleden was het zo dat een barman maar moest zien wat er in alle hoeken van een stampvol café gebeurde. En nu zijn dus ook de mensen die de alcohol kopen en doorgeven en de jongeren die het zelf drinkt dus ook strafbaar. Dus bij discotheek Kieris, hier achter mij in Serenhoek, zijn ze maar wat blij met deze aanpassing. Nou, op zich is de aanpassing wel beter dat niet alleen de ondernemer natuurlijk de boete krijgt. Want het is eigenlijk altijd een beetje krom geweest dat wij eigenlijk beboet werden voordat iemand anders een overtreding pleegt natuurlijk. Van Damme ziet het ook als zijn taak om aan de jonge bezoekers te laten weten dat de wet is veranderd. Ik denk dat we dat wel moeten doen door middel van postertjes op te hangen van let erop inderdaad. Want ja, ik wil toch nog steeds een jongerenzaak blijven. Dat is dus de 16, 17 jaar het ook een plekje hebben om naartoe te gaan. De ondernemer hoopt in het najaar weer als discotheek open te kunnen gaan. Niels, in ieder geval een verandering dus in dat boetesysteem. Wat staat er nog meer in die nieuwe alcoholwet? Ja, nog twee grote veranderingen. Eén, er mag niet meer gestunt worden met de prijs van alcohol. De supermarkten mogen bijvoorbeeld niet meer zeggen 2 kratjes bier halen, 1 betalen. En dat moet ervoor zorgen dat mensen niet meer alcohol gaan kopen dan ze van plan waren. En het tweede grote veranderde punt is de online verkoop van alcohol. Bij de verkoop moet nu worden vastgesteld hoe oud de koper is. En ook bij het afleveren van de alcohol moet nog een keer de leeftijd van de koper worden vastgesteld. Alles om dus maar te zorgen dat jongeren moeilijker aan alcohol kunnen komen. Niels Schuurbiers, dankjewel. Er zit beweging in het afvoeren van de bergen thermisch gereinigde grond bij op- en overslagbedrijf Ovet in Nieuwdorp. Die grond mocht maximaal 3 jaar in opslag liggen en de provincie gaf vorige maand aan dat die tijd vandaag verstreken zou zijn. Maar ondanks dat er een begin gemaakt is, is de grond nu nog lang niet allemaal weg. En toch blijkt dat het bedrijf nog 9 maanden de tijd krijgt om van die grond af te komen, omdat die er 3 jaar geleden ook niet in 1 keer lag. En in een deel van die grond is dan ook nog PFAS aangetroffen, waardoor de grond zo goed als onbruikbaar is. Wat er specifiek met die grond gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Vanaf vandaag zit er 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes. Die flesjes zijn te herkennen aan dit logo. Voor supermarkteigenaren betekent de statiegeldaanpassing wel een flinke investering. De machine moest vernieuwd worden. Dat is, de barcodes moeten er allemaal ingezet worden. Dat doen ze dan wel van een extern bedrijf. Ja, en alle kleine flesjes worden toegevoegd natuurlijk met het statiegeldlabel. En dat is best een behoorlijke operatie geweest. De nieuwe machine kost zo'n 36.000 euro. En toch is Corbijn echt blij dat er nu ook statiegeld op die kleine flesjes zit. Zonde als het in het milieu verdwijnt en dit is een mooie oplossing. En ik denk dat iedereen die kleine flesje wel opgezoekt en terugbrengt naar de winkel. Ook voor kinderen is het wel interessant natuurlijk om strand af te struinen en je krijgt er een statiegeld voor terug.
De Zeeuwse milieustraten gaan deze zomermaanden 2 uur eerder open, maar ook weer 2 uur eerder dicht. Aanleiding voor de wijziging zijn de warme zomers van de afgelopen jaren. Het was daardoor vaak te warm voor de medewerkers van de milieustraten. Ziet u een bruine kiekendief broeden op een akker? Dan willen deze mensen dat maar wat graag weten. Het steunpunt Bruine Kiekendief wil nesten van de vogels beschermen tegen landbouwvoertuigen. En de vogelaars zoeken zelf ook mee met een drone. Als wij hem van tevoren kunnen vinden, kunnen we hem beschermen, markeren, beschermen en dan in samenwerking met de boer. En dan kunnen ze gewoon uitvliegen. Met de machines van tegenwoordig kun je best een keer te laat zijn voor de vogel. Maar als dan de vogelaars natuurlijk actief zijn in zo'n gebied, dan denk ik dat dat voorkomen kan worden. Want dan kan je dat nest van tevoren bekendmaken. En dan zijn de kansen vele malen groter dat het overleeft of dat het gevonden wordt. Vandaag, precies 75 jaar geleden, kwam een van de beroemdste schepen van Nederland van de helling in Vlissingen. De Willem Ruis. Het luxe passagiersschip had vervolgens een bewogen leven. Het voer de hele wereld over, werd gekaapt door Palestijnen en zonk tenslotte na een grote brand in de machinekamer. In het Lloyd Atelier, een museum in Noord-Brabant, worden de herinneringen aan de Willem Ruis nog altijd levend gehouden. Ed van Lierde werkte als jongen voor de rederij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Die liet het passagiersschip de Willem Ruis in opdracht bouwen. Uit liefde voor het schip heeft hij een museum opgebouwd, vlakbij zijn huis. Een budget om een ruimte te huren heeft hij niet. Net zo min als geld voor een feestje vanwege het 75-jarig bestaan. Maar toch wil hij dat het schip de aandacht krijgt dat het verdient. Het is mijn bedoeling om in de rest van Nederland ook bekend te maken dat de bekende Willem Ruis een verjaardagsfeestje heeft. Dat is niet die tv-man die Willem Ruis heette. Nee, dat beroemde schip. Met een collectie van ruim 100 items in zijn museum probeert Van Lierde de geschiedenis van het passagiersschip te verspreiden. Vooral met zijn pronkstuk. Het mooiste stuk van de Willem Ruis is vreemd genoeg niet iets wat de echte erfgoed is. En dat is het scheepsmodel. Dit model kan geen geluid maken. Maar oud-bemanningslid Ton van Haastrecht kan het goed nadoen. Heel zwaar. De scheepshoren, die zit hier. Wij stonden dan hier achter deze verschansing. Ja, dan kreeg je dat geluid over je heen. Hè. Dat was heel bar. Ja. Een dergelijk groot schip is er in Vlissingen nog nooit van de helling gegleden. Na tientallen jaren op zee te hebben rondgevaren, ging het schip in 1994 ten onder. Door een brand in de machinekamer zonk het schip naar de bodem van de Indische Oceaan. Van Haastrecht was er kapot van. Ja, toen sprong echt wel tranen in mijn ogen. Ik hield van die boot. Het was je huis en ik hield van dat huis, omdat je daar de vrijheid had die ik graag wilde hebben. Ook Van Lierde heeft het er nog steeds moeilijk mee dat zijn geliefde Willem Ruis zo tragisch ten onder ging. Vandaar de volgende woorden voor het schip. Slaap zacht, lieve Willem. Want onze Willem Ruis die ligt op de bodem. De Willem Ruis ligt daar te slapen. Slamat tidur is Indonesisch voor welterusten. Wat overblijft zijn de herinneringen. En die zal Van Lierde door blijven geven, zolang het maar mogelijk is. Wanneer, weet ik niet. Morgen dan is het een bijzondere dag voor het Zeeuws voetbal. We krijgen er een club bij die 100 jaar bestaat. Zometeen dan hoor je welke club dat is. Maar eerst zetten we nog even de andere oudjes op een rijtje. Keken, klein en wendbaar.
En meteen de eerste goal. Na 1 minuut en 10 seconden. Wissel met Talens. Winter staat helemaal vrij en dit is de punder met een prachtige goal. Goes zet een grote stap richting de derde divisie. Morgen komt daar dus een 8e vereniging bij. Voetbalclub Ierseke. Sportpark Klein Moerke ligt er stilletjes bij, want het seizoen zit er op een verenigingstoernooi na bijna op. Het eeuwfeest wordt ook niet groots gevierd vanwege corona. Volgend jaar dan maar bij de 101e verjaardag. Praten over Ierseke doen we met de voorzitter en de topscorer die zijn club trouw bleef ondanks aanbiedingen van andere clubs. Ja, het is gewoon een prachtige club. Het is het dorp waar je opgegroeid bent. Als je daarvoor kan voetballen dan op een aangenaam niveau, dan ja, is dat toch alles wat je nodig hebt. En wij zijn zeker trots op Ierseke en zeker natuurlijk ook dat je inderdaad al 100 jaar voetbalsport hebt op dit dorp. Ierseke dus, de zaterdag tweede klasser met de nooit opgeven mentaliteit. Volan Ierse Por noemen ze dat. Volan staat voor ja, keihard, zeg maar. Keihard Ierse power. Dus ja, gewoon vol erop klappen eigenlijk. Ja, we hebben gewoon ook een hele sociale functie op dit dorp. En veel mensen die zich betrokken voelen bij deze vereniging. De Koeiers scoorden in 13 seizoenen maar liefst 258 doelpunten voor de club. Dat wekte interesse van hoger spelende teams, maar de aanvaller zei altijd nee. Altijd mijn club trouw bleven en ik had al ooit een doel van de derde klasse naar de tweede klasse te gaan met Ierseke. En dat is gelukt. De voorzitter ziet de toekomst van de club met vertrouwen tegemoet, maar ziet ook dat vrijwilligers afhaken. Ja, ik zou het ook heel prettig vinden als er voldoende vrijwilligers zouden blijven, ook bij jeugdteams, die zich zo betrokken voelen dat ze ook zich voor de club in blijven zetten. De volgende Zeeuwse club die een eeuwfeest kan gaan vieren is HVV 24 uit Hulst in, u raadt het al, 2024. Het was opnieuw een bewolkte, frisse dag met af en toe een bui. Ja, eigenlijk kunnen we er ook niet heel veel meer van maken. Morgen dan is er gelukkig wat meer kans op zon, maar blijft er ook wel weer kans op een kleine bui. Het wordt wel iets warmer, 19 of 20 graden. En dat is natuurlijk deze tijd van het jaar geen overbodige luxe. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Op onze site kun je meer lezen over de excuses die Nederland zou moeten maken voor het slavernijverleden. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. In dat college zaten onder andere muzikant Typhoon, oud-voetballer Edgar Davids en de directeur van het Zeeuws Archief, Hannicole Blokland. Dat dus op onze site en meer aandacht voor de Zeeuwse rol in de slavenhandel straks ook in het televisieprogramma Zwart Verleden. Ik wens u nog een hele fijne avond.